Hoi allemaal, wat leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video. Ik heb vandaag voor jullie de favorieten van januari. Ik heb alles verzameld in mijn bakje. Mandje moet ik zeggen. Ik zeg er gelijk bij, er zitten vooral een aantal limited producten bij van Essence en Catrice. En die ga ik jullie zo meteen laten zien. Eventjes wil ik erbij zeggen, ik hoop dat jullie het allemaal goed kunnen zien. Het licht is niet zo fantastisch vandaag. Het is een beetje een donkere dag. Het is ook al wat later in de middag dat ik deze video opneem. Dus ja, het is al een beetje, een beetje lastig. Maar ik doe zo goed mogelijk mijn best om het duidelijk te laten zien. Dus als je benieuwd bent naar mijn favorieten, dan zou ik zeggen, kijk even gezellig verder naar deze video. Ik heb het even random uit het mandje gepakt. En als eerste heb ik deze, dit oogschaduwpalet van Max & More. Van de Action. Hier was ik vrij enthousiast over. Omdat dit een heel mooi palet is. De kleuren staan er ook bij. Ik zal hem even naar beneden doen. Zodat de kleuren wat beter zichtbaar zijn. Het is wel een nude palet. Maar ik vond de kleuren gewoon heel erg mooi. Ze zijn ook heel goed gepigmenteerd. En ik vind gewoon dat Action steeds betere make-up producten krijgt. Ik hoorde laatst ook over mensen dat zeiden, nou, ze worden wel iets duurder. Misschien zijn de producten ietsjes duurder geworden. Maar de kwaliteit is ook best heel veel verbeterd, moet ik zeggen. Dus dat vind ik dan in dat opzicht ook niet zo heel erg. Al kosten ze een paar cent duurder. Want het is niet dat het hele euro's omhoog is gegaan. Maar dit palet vond ik absoluut heel erg goed. Ook heb je op de achterkant gewoon een kleine tutorial. Maar ja, de kleuren zijn gewoon ja, super duidelijk. Het palet ziet er misschien wel een beetje goedkoop uit. Omdat dit gewoon van papier is gemaakt. Wel heel stevig moet ik zeggen. Het is meer een soort karton. Het voelt wel stevig aan. Maar het is niet van plastic of zo. Maar ja, het gaat dan toch om de kleuren die erin zitten. En die vond ik prima. Dan heb ik deze lipstick van de W7. Dit is een beetje een bruinige kleur. Vond ik heel erg leuk, want ik had zelf eigenlijk nog helemaal geen bruine kleur in mijn collectie zitten. Ja, het is een beetje een wat donker kleurtje. Hij komt officieel uit een nude collectie. Maar ik vind hem, ja, hij is wel zacht en niet zo heel erg opvallend. Maar het is toch wat anders dan echt nude. Dit is de kleur Silk. Hij voelt gewoon heel prettig op mijn lippen aan. Blijft ook best wel zitten. En heeft ook best wel veel kleur voor een nude lipstick. En dat ja, is altijd een beetje de vraag. En W7 is daar toch wel weer heel erg in geslaagd, moet ik zeggen. Dan heb ik deze handbalsem. Ja, handbalm heet die. Het is eigenlijk gewoon een handcreme. Uit de Winter Wonderful collectie van Essence. Dit is een hele fijne handcreme. Ik ben dol op handcreme, want vooral met deze kou die op dit moment gewoon toch nog best wel heerst, heb ik heel snel last van droge handen. En dan smeer ik heel graag mijn handen in. En dit is een hele lekkere creme. Hij ruikt heel erg lekker en trekt ook nog eens super snel in. En dat vond ik zo super fijn, want ik heb heel vaak het idee dat creme best wel lang moet intrekken. En bij deze had ik echt het idee nou, dat hij gewoon meteen introk. En dat voelde zo prettig aan dat ik ook gelijk weer andere dingen kon doen. En ja, dat maakte deze creme gewoon echt een favoriet. Dan heb ik de nieuwe Baby Lips. Dit is de Blush & Balm. En deze kun je dus gebruiken als blush, maar ook als lippenbalsem. En die heeft dus een ja, rond bolletje moet ik zeggen. Als blush vond ik hem iets minder geslaagd. Want ik vond hem toch nog vrij licht. Is wel heel erg leuk om bijvoorbeeld te gebruiken. Als je een zomerdag hebt en je gebruikt iets minder make-up. En je wilt toch een beetje, ja, een beetje blush gebruiken. Vind ik deze perfect. Maar ja, voor een complete look zou ik hem niet zo snel pakken. Op mijn lippen beviel die prima. De kleur was ook heel goed. Voelde gewoon heel prettig aan. Dus ja, als blush misschien iets minder, maar als lippenbalsem is het zeker weer een toppertje. Dan heb ik deze Light Reflection Topcoat van Essence. Dit is met een soap effect. Geeft gewoon een heel leuk effect op de nagels nadat ik hem heb aangebracht. Een beetje glans en ja, toch een beetje... Ja, hoe kan ik het beste uitleggen? Ja, echt... Echt een heel mooi effect gaf hij nadat ik hem had aangebracht. Ik vind het heel moeilijk om te omschrijven. Ja, omdat ik het gewoon de juiste woorden eigenlijk er niet voor vind.
als je zo in het flesje kijkt, zie je al een beetje hoe, hoe die oplicht. En dat effect krijg je dus ook een beetje op je nagels als je hem hebt aangebracht. En dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dan heb ik deze mineraal bronzer van Catrice. Volgens mij is die heel erg aan het reflecteren als ik het zo bekijk. Dit is een mineraal bronzing powder. En het is ook een, dat kun je ook zien, hè? Het is een bol. En het is een hele mooie bronzer. Heel natuurlijk ook op de huid. En hij is verder ook, bevat geen glitters of zo. En ja, is eigenlijk vrij mat. En ja, dat vond ik super mooi. Gewoon heel fijn ook om aan te brengen. Het voelt niet heel zwaar aan. Ik vind het gewoon echt een hele fijne poeder. Dus ja, dit was ook weer een heel fijn product. Dit is de kleur Golden Light. Volgens mij hebben ze deze ook maar in één kleur. Maar als je echt op zoek bent naar een goede bronzer, dan kan ik deze wel echt aanraden. Dan heb ik nog een product uit de Winter Wonderful collectie van Essence. Dit is de. Ik moet even goed zeggen hoor. Een tint en oil. Dit is een ja, getinte olie eigenlijk. Geeft ook heel veel verzorging. En ja, geeft ook een mooie glans. Het heeft ook gewoon een applicator van een lippenglossje. En de kleur is gewoon heel erg mooi. Heel erg prettig ook. Ja, ook vooral weer gewoon met het weer. Ik vond het een hele fijne. Ik heb de kleur. Even kijken of ik dit kan lezen hoor. I'm sent you a buzzard. Je had hem in het oranje en in het roze. En ik heb voor de roze gekozen. En ja, ik vond hem heel fijn. Dus ook weer. Daarom hoort hij ook weer bij de favorieten. Dan heb ik uit de Limited collectie van Catrice. Dit is de Treasure Trove collectie. Deze Golden Power. Dit is een hele mooie powder, poeder. Powder? Poeder. Met een sterretjes effect erin. Perfect om mee te highlighten eigenlijk. De glans is heel subtiel en heeft best wel veel pigment. En het lijkt niet of dat je echt een heel glanzend gezicht krijgt. Ja, het is eigenlijk heel mooi subtiel. En dat vond ik heel erg mooi aan deze. Ik vind sowieso vaak die limited producten gewoon heel erg mooi. En dit was ook weer een hele mooie. Ik weet niet of je nog geïnteresseerd bent in de naam. Hij heet de Golden Grace. Dus het heeft een beetje een gouden gloed. Dan is dit nagellakje ook uit de Treasure Trove collectie. Dit is de kleur Jewel Days. Een hele mooie nagellak. Ook een heel mooi effect gaf die. Ja, een beetje natuurlijk. Ik vind het in de zomer ook hartstikke leuk om bijvoorbeeld echt een beetje voor fellere kleuren te gaan. Zoals geel of babyblauw of zo. Maar in de winter hou ik het altijd liever een beetje safe. Omdat het gewoon overal bij past. En dit vond ik echt een heel mooi winterkleurtje. Blijft ook best wel lang zitten. En ja, ik vond ook het flesje heel erg mooi met die gouden details en zo. Dus ja, gewoon een heel mooi nagellakje. Ook uit de Treasure Trove collectie deze powder blush. Ook deze heeft dat mooie sterretjes effect. Hoeft ook maar heel subtiel aangebracht te worden. Want de kleur is echt heel intens. Als je te veel aanbrengt lijkt het echt net of dat je ergens tegenaan gelopen bent. Zo rood dat het wordt. Maar met gewoon eigenlijk met één keer een blush aan te brengen heb je al voldoende. En dat kom ik eigenlijk niet zo vaak tegen. Want vaak ben ik toch wel iemand die ja, 3 of 4 keer eroverheen gaat. Voordat het echt een beetje een mooi resultaat wordt. Maar bij deze was dat absoluut niet nodig. Deze heet Caviar en Champagne. En ja, ik vond dit gewoon een hele mooie blush. Ja, dit zijn de laatste 2 producten die ik jullie zou laten zien. En deze zijn ook allebei nog uit die Treasure Trove collectie van Catrice. Ik was gewoon heel erg enthousiast over die collectie. Dat kun je waarschijnlijk ook zien aan de producten die in deze favoriete video zitten. En daar heb ik dus ook deze lipstift van. Ook weer een heel mooi glanzende gouden huls heeft hij. Deze heet ook Jewel Days. Past perfect dus bij die nagellak. En ook dit is weer zo'n heel mooi kleurtje. Zo ja, lekker een beetje safe, zeg maar. Ik hou van dit soort kleuren. Ik al vind ik rood ook heel erg mooi. Maar dat vinden mensen in de omgeving vaak niet zo heel erg mooi. Niet dat ik dan zoiets heb. Oké, ik draag het nooit meer. Maar ja, ik vind het ook wel mooi om een kleur te dragen die anderen ook mooi vinden. En ja, deze vond ik gewoon super mooi. De kleur is gewoon perfect. Eigenlijk blijft ook wel goed zitten. Dus ook deze kleur was echt een ja,
perfecte kleurtje voor mij. En dan ben ik alweer bij het laatste product. Zoals ik al zei, deze is ook uit de Trashy Trove collectie. Dit is het oogschaduwpalet. Hij ziet er zo mooi uit. Mooi wit en dan die sterretjes. Ik vind hem echt heel erg mooi. En dan ga ik hem even laten zien natuurlijk. Er zit een applicator bij. Zoals je kunt zien, die haal ik nu even uit. Anders gaat hij zo meteen lopen. Het is een beetje... Er zit wel veel nude kleuren in. Maar het pigment is eigenlijk prima. Zoals je kunt zien... Je ziet heel goed waar ik overal in heb getipt. Dus het is wel een beetje poederig. Maar ik vond de kleuren wel heel erg mooi. Vooral dat donkere. Dat was ook heel, heel mooi bijvoorbeeld in de buitenste ooghoek. En ik vond het heel erg leuk om hiermee te spelen. En dit palet heeft me zeker wel verrast eigenlijk. Omdat ik eerder bijvoorbeeld een palet heb gehad van Catrice uit een limited editie. Die was bijvoorbeeld helemaal niks. En dan was deze. Dit was dan daarentegen gewoon echt mijn toppertje. Dus deze mocht ook zeker niet ontbreken in mijn favorieten van januari. Dit was dan alweer mijn favoriete video van januari. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om mijn favorieten weer eventjes te zien. Ik vind het altijd wel weer leuk om die favorieten even bij elkaar te halen. Voor mensen die alleen mijn YouTube kanaal volgen. Ik review al deze producten van tevoren eerst op mijn blog. En daarna dan pak ik ze mee in deze video. Ik wil jullie voor nu heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je gratis abonneren op mijn YouTube kanaal. En als je deze video leuk vond, doe even een duimpje omhoog, want dat vind ik dan ook weer leuk. Nou, ik zie jullie gewoon heel snel weer. Doeg!